Geruchten die beweren dat er ID-kaarten en paspoorten recent vervalst zijn door een burger, berusten niet op waarheid. Dit verzekerde minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken gisteren het parlement. De bewindsman reageerde op vragen en opmerkingen van assembleeleden die duidelijkheid wilden over dit vraagstuk. Met name Mahinder Yogi, Abzat Abdul en Patricia Etnel eisten duidelijkheid over het systeem dat gebruikt wordt door het Centraal Bureau voor Burgerzaken en of het veilig is. Onlangs ontstond er enige commotie in de samenleving nadat een passagier door de politie was aangehouden omdat zijn documenten niet in orde waren. Gezegd is dat hij de stukken vervalst had. Noor-Salim spreekt tegen en verzekert dat er geen paniek hoeft te zijn. De minister gaf gisteren een korte toelichting van wat zich precies heeft voorgedaan. Ik denk alvast dat de berichtgevingen daaromtrent niet kloppen ten aanzien van het zo zijn vervalste ID of paspoorten. Dat was het in geen geval. Ik heb het in een eerdere berichtgeving ook ontzenuwd. Het gaat om documenten welke zijn op dusdanige manier zijn vervals, waardoor de status van de aanvrager Surinamer was. En op basis daarvan heeft hij een ID-kaart en een paspoort aangevraagd, wat een normaal proces is voor elke Surinamer. Dus de documenten zelf zijn niet vervals geworden. De paspoorten of het paspoort en de ID-kaart is niet vervals geworden. Het heeft de normale procedure gevolgd. Het is helemaal veilig. Het is de persoon wiens identiteit anders was dan hij is. En dat heeft hij gedaan door stukken te overleggen. Ook stukken met allerlei stempels. Het gaat om een Chinese meneer. Noor-Salim zei verder dat er ook wordt gewerkt aan verbetering van de klantvriendelijkheid bij de verschillende bureaus voor burgerzaken. Volgens hem komt er binnen niet al te lange tijd een kwaliteitsmanagementsysteem op de diverse wijkkantoren. Ten aanzien van de bezorgdheid met betrekking tot, althans de klacht met betrekking tot klanttevredenheid en de behandeling van de burger op de diverse bureaus, dat is iets dat wij al van meet af aan hebben waargenomen. En op basis van, ook vanuit die samenleving, hebben wij acties ondernomen. En een van ze was dat wij zijn begonnen met trainingen voor leidinggevenden. Trainingen die te maken hebben met klanttevredenheid, trainingen die te maken hebben met een stukje management. Nu zijn wij bezig om een kwaliteitsmanagement systeem te implementeren op alle bureaus, waarbij het zodanig gewerkt zal worden, en ik zeg een bepaalde norm, naar analogie van ISO 9001-2015. Daar zijn er heel wat pilaren opgenoemd die wij kunnen gebruiken, ook binnen de bureaus, want het gaat om een stukje dienstverlening. Tot zover de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor-Salim, gisteren in het parlement. De bewindsman verzekert dat de geruchten over vervalste ID-documenten niet op waarheid berusten.